Hoe doe jij dat? Harsen. Jij gaat je kont harsen? Elke drie weken. En doet voor een man, naar achter. Een man of een vrouw? Een vrouw. Oh ja. Dus die kijkt zo tussen mijn billen dan? Ja, die kijkt inderdaad gewoon echt in je naad. Ongegeneerd. Ja. Ongegeneerd. Met een felle lamp erop. Ja. Echt? Ja, ja, ja. Die mag je nooit teruggooien, hè? Ik heb wel seks gehad vanochtend. Ik weet niet waar dit naartoe leidt, Morris. Nee, maar... we gaan het over beauty hebben. Over beauty. Maar seks valt daar natuurlijk ook wel een beetje onder, hè? Ja, dat is waar, klopt. Heb je seks gehad vanochtend? Ik heb vanmorgen geen seks gehad, nee. Oh. Nee, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb gesport. Oh, oké, dat is ook heel goed. Ja. Hoe vaak heb je per dag seks? Met een beetje mazzel, een gemiddelde is 2 tot 3 keer. Per dag? Ja. Nee, ja. Ik wil niet overdrijven, maar ja, 2 is gemiddeld, zeg maar. En op een goede dag 4 en op een slechte dag 1. Baal je dan ook? Nee, want dat betekent dat er ruimte moest zijn voor andere leuke dingen. Oké. Ja. Jij doet alleen maar leuke dingen? Ik doe alleen maar leuke dingen. Wat doe je precies? Ik schilder, ja? Denk ik, af en toe, af en dag. En ik leef een leven die niet bepaald is. Hoe omschrijf jij jouw werken? Mijn kunstwerken? Ja? Als modern figuratief werk en geïnspireerd op dagelijks leven. Oké. Okay. Wauw. Lijkt wel ingestudeerd. Nou, inderdaad, ja. We gaan cocktails shaken. Kijk, we doen dus beauty voor mannen. Ja. We kunnen wel met maskers op gaan zitten. Dat maakt voor mijn imago niet uit, maar we willen jouw imago nog een beetje hoog houden. Dus daarom dachten we gaan cocktails maken. Top. Aangezien jij van gin houdt, gaan we de Negroni maken. Ja. De Negroni ken je, hè? Ja, classic Italiaans drankje. Nou, dan gaan we. Gaan we. Maar is dat moeilijk? Nee, helemaal niet. We gebruiken 3 ingrediënten en wat ijs. Oké, okay. Wat is dit voor merk? Dit is Sacred. Dit is een gin. Ja. We hebben hier rozenbottenlikeur. Gaat er ook doorheen. Mooi. En gekruide Engelse vermoed. Fantastisch. Noem je jezelf ijdel? Ja, onwijs ijdel. Ja? Ja. Wat versta je onder ijdel? Nou ja, iemand die weet welke producten en merken die gebruikt. En ook, ja, dus echt verstand heeft waar ze vandaan komen. Dat klinkt allemaal wel heel belerend en zo. Maar weet je, ik vind het wel fijn dat ik weet dat mijn jas daar, dat een B3 bomber is van shot met dat hij uit één schaap gesneden is en dat hij in de Eerste Wereldoorlog al geproduceerd werd. En dan wil ik ook die jas en niet een rip-off ervan. En ik hoef hem ook niet van Burberry, want dat vind ik fake. Maar van Burberry wil ik dan wel weer gewoon mijn trenchcoat, maar niet zomaar mijn trenchcoat. Hij moet wel het kleine ruitje achterin hebben, niet het grote ruitje. Hij moet, hij moet 2 koepnaden achterin geschoten hebben. En mijn mouwen moeten strak gemaakt worden. Dus overal heb ik wel mijn voorkeur in. En dat gaat wel tot in het extreme door, weet je. Hey, en zou jij make-up dragen? Ja, zeker. Ja? Heb ik van jou geleerd. Oh, heel goed. Ja. Wat gebruik je? Ik gebruik een concealer, ja, van Chanel. Voor onder je ogen. Zeker weten. Ja. Zo'n kwastje. En een poedertje erbovenop. Ja. Ja, dus dat gebruik ik wel. Ja, zo nu en dan. Niet de hele dag door, maar wel als je iets voor televisie moet doen of voor een fotoshoot. Of als ik gewoon kapot ben van de hele nacht zuipen, dit soort dingen. Ja. Gebruik ik dat wel. Ja, zeker weten. En ik ben gewoon echt wel een productjesman. Dus s'avonds gaat er wel een line repair onder mijn ogen en dat soort zaken. Ja. En 's ochtends, dagcreme? Ja, gebruik ik ook. Welk meer? Nou, ik gebruik vaak, het ligt een beetje aan. Ik heb nu van Kiehl's een hele serie gekregen. En er zit ook wel wat wonderspul tussen. Weet je, ik heb die olie. Ja. En die olie is echt wonderspul. Dat smeer je s'avonds op je hoofd. En waarom dat wonderspul is, als je crème op je hoofd smeert, dat duurt veel langer met intrekken. Ja. En die olie, bam, die zit er meteen in. Als we even verder gaan dan alleen even wat gezichtsverzorging. Mm-hmm. En dan over grooming bijvoorbeeld. Jij hebt een baardje. Ja. Wat doe je daaraan?
Nou, ik heb eigenlijk een baardje. Ja, wat doe ik daaraan? Ik doe daar heel weinig mee. Ja. Eigenlijk, mijn vader is kapper, barbier. Ja. Italiaanse. En ja. Mijn opa ook, mijn Italiaanse opa. Dus ik heb altijd wel geleerd om je haar. En mijn vader die scheert er eens in zoveel tijd bij. En de rest van je lichaamshaar? Ja, dat scheer ik allemaal weg gewoon. Alles? Ja man, mijn zak, mijn reet, alles. Mijn lul. Nee, ja, ik schilder alles. Ja, nee, ik schilder alles weg. Ik scheer wel alles weg, ja. Ik vind het ook geen pan gewoon. Ik heb niet heel veel lichaamsbeharing. Maar toch een plukje hier en een plukje daar. Ik vind dat niet mooi. Nee, en helemaal niet onder je oksels. Hars je wel eens? Nee, dat wil ik wel een keer gaan doen. Ja man, voornamelijk voor de anus gewoon. Handig, hè? Nou ja, hoe kun je nou je reet scheren? Dat is toch niet te doen? En, weet je, dan zit je... Dat is echt... Hoe doe je dit zo? Dat is onmogelijk gewoon, zonder dat je dan ergens snijdt waar je niet wil. Ja, ik weet het precies. Hoe doe jij dat? Harsen. Jij gaat je kont harsen? Elke 3 weken. En doet voor een man, achter. Een man of een vrouw? Nee, een vrouw. Dat? Oh ja. Dus die kijkt zo tussen mijn billen dan? Ja, die kijkt inderdaad gewoon echt? In je naad. Ongegeneerd. Ja. Ongegeneerd. Met een felle lamp erop. Ja. Echt? Ja, ja, ja. Ah, ja, ik durf heel veel. Ja, ik zou er gewoon een keer door die appel heen moeten. Ja. Het is helemaal niet seksueel getint of zo. Het is gewoon zo plat als het maar kan. Ja, dat vind ik dan weer jammer. Geen muziekje, niks? Nou ja, een beetje zo'n jazzmuziekje op de achtergrond. Oh ja. Maar meer niet. Nee. Doet het pijn? Ja, dat maakt wel. Je hebt tattoos, hè? Ja. Een tatoeage zetten doet meer pijn. Oké. Okay. Het is meer... Doet ze het alleen of zijn er meerdere nee, mensen doet bij? Nee, alleen. Oké. Okay. Ja. Het is niet dat er een camera op gericht staat en dat het live nee, gestreamd wordt. Dat kan wel als je dat wilt, ja. Maar... Cheers. Cheers. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!